Goedemorgen, het is vandaag zondagochtend. Ik ga nu naar het station toe van Rotterdam Noord. Nou, ik ben al op de straatweg. En vandaag gaan we weer Spoorloos Verdwenen opnemen. Dit keer mag ik me weer verstoppen in dus aflevering 6. En ik ben benieuwd waar ik me mag van gaan stoppen. De provincies die wij nog over hebben is de provincie Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland, Brabant, Overijssel, Groningen en Friesland. En we beginnen dus weer in Utrecht. Dus ik ben benieuwd waar we naartoe gaan, hè? Welke provincie vandaag. Ik hoop geen Friesland of Groningen. Het liefst zou ik dus Overijssel of Zuid-Holland willen. Misschien Noord-Holland. En in ieder geval of Utrecht zou ook nog wel lachen zijn. Dan zie ik lekker dichtbij. Maar het liefst Zuid-Holland of Overijssel. Ik neem jullie weer mee en dan zie ik jullie dadelijk in Utrecht met Mick erbij. Nou, volgens mij komt er iets van een stoomtrein aan, want ik hoor ineens een stoomfluit. Ja, het zou wel kunnen eigenlijk, ja. Natuurlijk, ze moeten richting Leiden. Ja, dan was ik even vergeten dat dat ook nog reed vandaag. Haha, lachen. Ben ik mooi lekker op tijd voor de SSM-stoomtrein even te fappen. Ja, ja. Nou, daar zijn we weer. Kijk, hallo. Nou, we zijn weer in Utrecht. Oh jee. Nee. En vandaag mag ik me gaan verstoppen dit keer. Ja. Nou, wat hoop je dat ik niet krijg? Noorden. Ja, dat hoop ik zelf eigenlijk het ook noorden. Niet. Dat hoop ik zelf eigenlijk ook niet. Dan ben niet. Ik verdoemd. Dan is hij echt verdoemd, ja, als ik Groningen of Friesland krijg. Dan is hij echt de lul. Dan zijn we hier s'avonds toch niet terug. Nou, in ieder geval, ik ga zo aan het rad draaien en dan ga ik kijken welke provincie ik krijg. Ja. Maar als ik denk van de provincie, dat bevalt me niet, dan mag ik altijd nog één keer extra aan het rad draaien. Sinds wanneer mag het? Dat mocht ik ook nooit. Dat kreeg ik ook niet toen ik Zeeland had. We gaan toch zien wat ik krijg. Ja, nou, ik hoop geen Friesland of Groningen voor jou. Vooral voor jou. Ja, want anders ben je echt de lul. Ja, dat is goed. Maar ja, in ieder geval, ik ga nu aan het rad rijden om te kijken waar ik naartoe ga. Ja. We hebben hier nog de overige provincies. Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Brabant, Overijssel, Friesland en Groningen. Ik ga nu aan het rad rijden om te kijken waar ik naartoe ga. Spannend. Nou, daar gaat hij dan hoor. Ta-da-da-da. Dit wordt leuk. Ja, dit wordt heel erg leuk vandaag. Nou, ik wens Mick heel veel sterkte, want ik mag naar Groningen. Heel veel sterkte voor Mick. Dus ik ga even kijken wat ik nu als snelst kan plannen om in de richting die kant op te gaan. Nou ja, ik heb dus de provincie Groningen gekregen. Ik zit nu niet in de trein naar Zwolle hoor. Maar ik zit nu even in de trein naar Schothorst. Daar pak ik dan die losjes en erin naar Zwolle dadelijk. En dan van daaruit ging een flowboat. En dadelijk dan vanaf... Zollepap Intercity richting Groningen. En ik ga denk ik een Arriva-lijn op. Ik ga of richting Delfzijl, of richting Rodeschool, of richting Veendam. Maar ik kan ook de lijn richting Leeuwarden pakken. Dus ik heb 4 opties. 4 lijnen die ik op kan gaan. Nou, dit gaat ik echt niet leuk vinden dat ik Groningen heb gekregen. En ik wil eigenlijk ook geen Groningen, maar het is zo beet. Maar ja, in ieder geval nu weg naar... Amersfoort, daar nog even wachten. Ik maak een klein kutstukje met dat losjes en drietje naar Utrecht. Nou, ik bedoel naar Zwolle. Toen moet ik wel loos, ik zit in het Leeuwardentrein en ik moet richting Groningen. Dus sowieso wens hem veel sterkte. Nou, ik hoop gewoon echt dat drietje niet druk is dadelijk. Anders ben ik wel fucked up. Maar ja, in ieder geval moet ik dan alleen maar mee tot Zwolle. Vanaf Amersfoort, ik denk ik ga 4 in. Ben ik in ieder geval weg.
van, ik ga die echt niet leuk vinden of wat. Mm-hmm. Nou ja, inmiddels in Zwolle. Ja, ik was dus zo vieze teringleien om richting AMF te gaan. Terwijl dat niet eens de bedoeling is. Pas als je het hint krijgt. Dus voor de volgende keer, Mick, heb ik je even gezegd, maar ja, dan zat hij nu een half uur achter mij gezeten en dat wou ik niet. Maar dus hij heeft nu straf gekregen dat hij pas veel later zijn eerste hint krijgt. Dus hij krijgt zometeen 9:45 zijn eerste hint, terwijl ik hem al om 9:10 had kunnen geven. Maar ja, dit is dus een straf dat hij pas zijn eerste hint wat later krijgt. En dan blijft hij dus in AMF hangen, dus die vieze teringleier. Dus ja, kijk, en weet je, nu dat hij in Amersfoort zit, nu kan ik dus ook in Brabant zitten of in Zuid-Holland. Of ik ga nu zo zeggen, ik ben hier redelijk ver vandaan. Ja, redelijk van ver vandaan. Kan ik nog overal zitten. Ik kan nog in Overijssel zitten, Zuid-Holland, Brabant, Overijssel. Maar ook in het noorden, dat weet je dus niet. Maar in ieder geval, nu wacht ik op de trein naar Groningen. Nou, ik heb gezien dat hij dus richting Apeldoorn is. Nee, daar zit ik niet. Zo'n ding over een half uur, binnen een half uur krijgt hij zijn tweede hint. Dat ik dan dit station meerdere vervoerders stoppen. Dus misschien dat hij verder naar Overijssel gaat. En misschien dat hij denkt dat ik in Friesland zit of zo, of ergens anders. Maar ja, in ieder geval, hij krijgt dan de tweede hint van er komen op dit station meerdere vervoerders. Dus ik ben benieuwd of hij het gaat raden dat ik in de provincie Groningen zit. Ik denk dat hij nu denkt dat ik in Overijssel zit. Nou ja, inmiddels heb ik station Groningen bereikt. Voor nu mijn eindpunt, maar misschien dat ik nog dadelijk naar Europa Park ga. Ik heb hem als tweede hint gegeven. Op dit station komen meerdere vervoerders. Maar ja, er komen heel wat plaatsen, komen er meer vervoerders. Dus dat moet hij dan gaan twijfelen wel waar ik zit. Maar ik geef hem als goed is rond 11:45 zijn derde hint. Net als de 3600 weg is, dan maakt het juist leuker. Maar ja, in ieder geval, wij gaan nu naar Deventer om daar zijn derde hint op te wachten. Maar even, ik ben nu op Groningen, een station. Nou, hoe zal het nu Mick vergaan dat hij weet dat ik door iemand dat hij al weet dat ik in Groningen ben, maar dat er nu ook een seinstoring is tussen Zwolle en Meppel. Nou moet hij dus omrijden via Leeuwarden. Fijn, maar dus hoe zal het nu met Mick vergaan dat hij weet dat ik dus in de provincie Groningen ben? En dat hij nu om moet rijden via Leeuwarden, omdat er een seinstoring is tussen Zwolle en Meppel. En dat voorlopig de twee treinen naar Groningen achter elkaar zijn uitgevallen. Nou, hint 3 is... Het is een plaats waar passagiersvliegtuigen landen. Ik zit te twijfelen. Rotterdam Airport hebben we Schiphol Airport. Ja, Groningen, weet niet of dat echt een luchtvliegveld is. Een van die drie zit ik aan het twijfelen. Dordrecht heeft het niet. Dus daar zit ze niet. Maar ik denk wel dat ik terug ga steken. En dan ga ik terugsteken via Deventer weer. Oh, wat is dit toch voor iets, joh. Het is zo kut. Ik hoop echt dat Zuid-Holland weggaat. Dan hebben we niet maar de zijprovincies dadelijk over. En Noord-Holland. Nou, ik was weer even naar Groningen geweest. Ik moest even plassen. Dan ga ik weer terug naar Europa Park met de trein. En dan hoef ik maar een half uur te wachten op Mick. Hij heeft in Meppel de sprinter gepakt naar hierheen. Hij zei dat de trein stand en vol zit. En daarna en de verstoppingen zijn dat lukt voorbij. Dus we kunnen dadelijk gewoon weer normaal richting Zwolle. Nou, ik ga door tot Utrecht dan en hij gaat tot Zwolle. Want hij moet de 3600 af naar Arnhem. Ik niet. Dus ja. Nou, en weer in de trein naar Europa Park. Maar ja, die gaat pas om 27 uur, dus een kwartiertje. Maar ik dacht lekker vast warm zitten. Niet in die kou te wachten. In ieder geval, de verstoring is voorbij. Hoor. Daar ben ik echt blij mee. Maar ja, in ieder geval gaan we dadelijk weer naar Europa Park. En daar nog een half uur wachten op Mick. En dan naar Assen en dan weer naar... Nou, hij dan naar Zwolle en ik door naar Utrecht. Nou, ben ik weer op depressie Europa Park. Nu moet ik nog een half uur wachten op Mick. Nou, 20. Nou ja, 25. Laat ik het daarop houden. Dus, maar ja. Hij vindt het niet leuk om in een SNG te zitten. Nee, dat snap ik wel. En dan nog tot de ene laatste halte. Het is blij dat ik nog kon maken van GTW's hierheen. Dus dat is wel iets makkelijker. Maar ja, in ieder geval... Groningen Europa Park alweer. Nu wachten op
Mik over een half uur. Nou ja, 25 minuten dan. Ik ben moe, maar ja, ik was ook om 4:50 wakker. Dan moet ik helemaal naar de depressie Groningen. Echt gewoon geweldig. En ja, Mik vindt het ook niet leuk. En die mag dadelijk de 3600 doen, heeft hij ook echt veel zin in. Ja, dadelijk wel comfortabel is hier in Utrecht, voor mij dan in ieder geval. Maar ik ben moe, mijn ogen branden. Dus als Mik weg is in de trein, dan ga ik even slapen, want mijn ogen, jongen. In Utrecht ga ik dan wat eten halen. En dan met de trein naar Schiphol. En dan daar vandaan ga ik met ICNG naar Rotterdam. Maar ik heb ruim meer dan een uur op Schiphol. Ja, fijn. Ik heb van 4:50 volgens mij tot 6:30 of zo. Fijn. Maar ja, in ieder geval. Ja, nou is er wel gewacht erop. Mik nog 20 minuten. 20 vanaf nu. Nou, nog iets minder dan 3 minuten is Mik eindelijk hier. Jongen, hij is nu 1,5 hier voor bij Haren. Oh, en er komt een DDZ aan. Ja, in ieder geval, als het goed is Mik er eindelijk bijna. Is hij verlost van zijn rug en ja, trein. Hij is er nu al klaar mee met dit gezeik hier. Maar ja, in ieder geval, even DDZ filmen. Maar in ieder geval, hij komt bijna vanuit die kant aan. Nee, ik zie zijn rug hernia trein aankomen. Nee. O jezus, heeft hij me na een paar uur gevonden. Mijn god, man. Leuk hè, zo'n verstoring. Maar in ieder geval, ik zie de trein van Mik aankomen. Nee. Heeft hij zijn rug hernia overleefd? En eindelijk hier. Godverdomme. Heeft geduurd, vriend. Kijk, daar komt de trein van Mik aan. Heeft even geduurd, maar daar is zijn trein hoor. Even de rug hernia overleefd. Jongen. Hij zal wel blij zijn dat hij eruit mag. Hij denkt graftrein. Maar ja, in ieder geval. Nou, hier zit Mik in. Hij heeft het eindelijk overleefd, deze kutrit. Hij denkt, kan ik er eindelijk uit. Ja, hij zal wel blij zijn dat hij eruit mag. Godzijdank. Kijk eens wie me eindelijk gevonden heeft na weet ik veel hoe lang. Godverdomme. Nee, hij is er ook weer. Nou, hoe lang? Oh, jezus. Wat een grafting. Oh, wat een tering, hè? Even naar Groningen. Nou, met 10.000 obstakels. Nou, Mik, je hebt me eindelijk gevonden, hè, na zo lang. Ja. Wat vind je van deze depressieve treinstation? Kut. Ah, wees blij dat je hier om 30 minuten kan komen. Ja, dat scheelt. Ook weer, ja. We rijden meerdere vervoerders. Ja, wat er nu komt een zetpil aan. O jee. Maar in ieder geval, vond je deze aflevering leuk? En duimpje op je omhoog achter. En abonneer op ons beide kanalen. Ja. En dan zien we bij de volgende aflevering. Ja. Nou, doeg. Doeg.